handwerkspullen.nl. crcouture.nl. Voor uw gemak alle handwerkspullen onder één dak. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog van CR Couture. En ik begin deze week met leuk nieuws om de nieuwe DMC opbergtassen en boxen te laten zien. Ze staan hier naast me. En ze zijn echt net binnen. Ook net uitgepakt. Dit is een nieuwe serie met deze vrolijke bloemenprint. En dan heb je verschillende variaties in. Zoals dit is dan een rechte koker voor bijvoorbeeld breinaalden in te doen. Je hebt ook leuke etuietjes voor naaldjes of je haaknaald erin. En een hele grote tas voor alles netjes in op te bergen. En ook leuke koffertjes. Dit is een klein koffertje en hieronder een wat grotere. Kijk, die kleine is met een druksluiting. Dan heb je ook wat vakjes erin. En je kan deze er ook uithalen. Dus kan je alles netjes opbergen. Even dichtklikken. En deze, die is wat groter. Die heeft ook een schuiflaatje met allemaal vakjes erin. En die heeft ook met hier zo'n sluitingje. Even kijken hoe het zit. Oh, zo. Oh, aan de achterkant zit er ook een. Kijk, die kan je zo openklappen. Dus die heeft ook allemaal verschillende vakjes en weer dicht. En dan heb je ook nog... Kijk, ze staan hier netjes op elkaar. Ook nog deze variant. Die heb hier draaiknoopjes. Kan je ook zo open doen. Die heeft hier ook een schuifla in met verschillende hokjes. En zo dan de bovenkant. En als laatste hoort bij deze serie deze tas. Die heeft voorvakjes met een druksluiting sluit. En is ook best wel groot dat er veel in kwijt kan. Dus wij zijn er helemaal happy mee. Nieuw binnen is de Magic Kate. We hadden het al in verschillende kleurtjes. Maar we hebben nu ook hele mooie wat zachtere tinten erbij. Zoals deze, die was dit seizoen al gekomen. Alleen nu zijn er ook hele mooie blauw tinten. Dit wat roestinten. Hier wat ecru met grijs of zo'n groene. En het leuke aan de Catch is dat... de draad op de bol zit, maar als je ermee gaat breien of haken, dan trek je zeg maar de draad uit. Dus dan is eigenlijk dit de draad waarmee je werkt en niet de streng als op de bol. Dus en zo loopt hij helemaal mooi door in kleuren. Dat is heel leuk voor sokken of voor een omslagdoek, maar natuurlijk ook voor een trui of een ander project. We zijn ook weer in de winkel het een en ander aan het veranderen. Omdat alpaca garens ga je deze winter heel veel zien. En ik vond het leuk om daar een speciaal ruimte voor te maken. Dus nu is hier alle garens van Borgo heen gegaan. De mooie zachte Hanna is van de Leo Cell. Dus hier is weer het een en ander weggegaan. En nou gaan we als je dus... aankomt lopen, komt hier, het is nu nog rommelig en leeg, maar komt zeg maar in deze rij, komen de alpacagares te liggen. Uit onder andere dit mandje, heel ook leuk gelabeld vind ik ze met het labeltje eraan, met ook zo'n lintje eraan, ook mooie kleurtjes. En Lana Gros heeft dit seizoen ook een alpaca boekje uitgegeven waar alleen maar modellen in staan van de alpaca garens. Dus even. Heel leuk al dat ingebreide modellen. Kabel. Dat is echt allemaal met de alpaca garens gemaakt. Dus volgende week zal ik jullie laten zien hoe het is geworden. Dit was hem weer voor deze week. Groetjes! crcouture.nl. Voor uw gemak alle handwerkspullen onder één dak.